gaan vandaag de tas maken. Yay! Ik heb een heel mooi garen gevonden op internet van Stanley, het merk Stanley. Stanley vervaardigt deze bollen in eigen fabriek. Komt van Bulgarije en Stanley wordt gemaakt onder de bedrijfsvoering van Statex Ltd. in Bulgarije. De goede kwaliteit garen hier betreft een cone van 100% zacht katoen à 280 gram 900 meter. Advies, naalden zijn 3-4. Ik ga mijn haaknaald 3 mm haken. Ik heb de kleur 816. Ik zal hem even op de kop doen. Het is een beetje mintgroen naar lichtpaars, naar wat donkerder paars en naar heel donker paars. Er zijn een aantal kleurverlopen en het gaat mooi over. Zit aan de ene kant zit een mooi houten hartje. Die kan je later altijd nog verwerken in je patroon. Enfin, ik ga hem eraf halen. Ik ga hem eruit halen. Dus kleur nummer 816 werk ik momenteel mee. Onder in de informatiebox vind je een link richting de website van Polly Pruts. Daarin zijn deze bollen te koop. Ik ga het knoopje eraf halen, het houten hartje. En dan gaan we starten met de tas haken. Zoals jullie weten probeer ik altijd na een aantal patronen van kleding ook eens een tas of een sjaal tussendoor te doen. En dit keer is het een tas. Het hartje ga ik wel bewaren, die ga ik laten terugplaatsen in het patroon. Goed, ik ga hem dus van binnen uithaken. Als jij hem liever van buiten uithaakt, is ook prima. Dus dan krijg je donker eerst en dan eindig je met licht. Ik ga met licht beginnen en dan zal ik met donker gaan eindigen. Even de spulletjes aan de kant leggen. Dan gaan we starten. We starten met een ketting te haken van een 4 à 5 lossen. Het ligt er even aan hoe strak je haakt. 1, 2, 3, 4, 5. Sluiten met een halve vaste in de eerste lus. Let op, ik begin altijd met een lus op de naald en die tel ik dus niet mee. Nu gaan we in de ketting de stokjes haken. We beginnen als eerst met 3 lossen. En dan ga je door in de ring. Dus stokje nummer 2, nummer 3, nummer 4, 5 en nummer 6. Nou, zo ga je door tot je 18 stokjes hebt. Ik heb 18 stokjes gehaakt en we gaan sluiten met een halve vaste in de derde lus waarmee we gestart zijn. Nu 3 lossen voor het eerste stokje, plus nog 1 stokje erbij. Hier, precies daar waar je gesloten hebt met je halve vaste. Nu ga je in alle steken, let op, hier is de volgende, ga je in alle steken 2 stokjes haken. 1 en 2. In de volgende steek. 1 en 2. En in de volgende, 1, 2. Nou, dit blijf je herhalen tot je rond bent gehaakt. En dan gaan we samen de eerste toer starten. Je hebt nu als het goed is 36 stokjes. Dan gaan we er nog eentje bij plaatsen in het begin. Dat is hier. Want we moeten uitkomen op 37 stokjes. Gaan we sluiten in de derde lus waarmee we gestart zijn. Toer nummer 3. Starten met 3 lossen als het eerste stokje. Plus 1 lossen voor een afscheiding te maken tussen de ene en de volgende steek. We slaan de steek na je sluiting af over en we gaan in de volgende en dan maken we een stokje. Dan slaan we 1 steek over en in de volgende steek maak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. We
maken nu. 1 lossen. We slaan 1 steek over en in de volgende steek maken we 3 stokjes. 1, 2, 3. 1 lossen, 1 steek overslaan, in de volgende een stokje. 1 lossen, 1 steek overslaan en in de steek daarna een stokje. Eén lossen, één steek overslaan en in de volgende 3 stokjes. 1, 2, 3. Een losse, één steek overslaan, een stokje. 1 losse, 1 steek overslaan, een stokje. 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende 3 stokjes. 1, 2, 3, lossen, 1 steek overslaan en in de volgende een stokje. Nou, zo ga je dus door. Lossen, steek overslaan, stokje. Lossen, steek overslaan, 3 stokjes. Tot je rond bent en dan zou je in totaal 6 keer een groepje van 3 stokjes in 1 steek moeten hebben. Ik heb er nu hier 1, 2, 3, 4 en er komt daar 5 en 6 bij. Ik heb mijn laatste waaiertje gemaakt met mijn lossen en we gaan sluiten in de derde lus waar we mee gestart zijn. 1, 2, 3 en hou je 1 lus ongehaakt van die ketting van 4. Dat is je afscheiding van deze. Nu op deze plekken blijf je hetzelfde herhalen. Stokje, losse stokje. Hier ook en daar en daar. Alleen, we gaan nu in plaats van 1 losse ertussen, gaan we er 2 losse tussen doen. Dus we haken 3 lossen voor het eerste stokje. 2 lossen voor de afscheiding tussen het eerste en het tweede stokje. En bovenop het tweede stokje haak je een stokje. Zo. Nu gaan we door naar het volgende deel. 1 losse, dat blijft in alle tijd. Voor en na dat stokje haak je altijd 1 losse. Dit wijzigt niet tenzij anders vermeld wordt. Ga je in het eerste stokje 2 stokjes haken. Hier. 1. 2. In de middelste haak je 1 stokje. En in de derde haak je 2 stokjes. 1. En nummer 2. 1 losse. En dan zijn we weer bij de twee wandjes aangekomen. Noem het maar even twee wandjes. In de eerste stok een stokje. In plaats van 1 losse haak je nu 2 losse. En in de volgende stok haak je ook een stokje. En weer 1 losse. Nou, zo ga je dus door. En dan ga je naar het groepje van 3 stokjes. Dan haak je in het eerste groepje, eerste stokje haak je 2 stokjes. In de steek daarna 1 stokje. En in de steek daarna 2 stokjes. 1, 2, 1 losse. In de eerste stok haak je 1 stokje. 2 losse in plaats van 1 losse. En in de volgende een stokje. En de losse. En dan ga je hier weer 2 stokjes, 1 stokje, 2 stokjes doen. Het haakje rond. En dan gaan we samen de toer sluiten en de nieuwe toer starten. Ik ben rondgehaakt. Ik heb mijn laatste losse gehaakt. En dan gaan we sluiten in de derde lus waarmee we gestart zijn. 1, 2, 3. Dan hou je nog 2 lussen over voor het stokje. En dat is correct. Van nu af aan gaan we tussen die wandjes in alleen maar 2 losse haken. Dus je haakt een stokje, 2 losse stokje. En dat herhaal je op al die punten. Hier en daar. Maar omdat we hier natuurlijk niet beginnen met een stokje, maar met lossen, haken we 6 lossen. 5 lossen. 3 lossen voor het stokje en 2 voor de afscheiding. Dus het ene wandje, het andere wandje. 1, 2, 2 en nummer 3 voor het stokje. Plus 1, 2 voor de afscheiding van het ene naar het andere stokje. In het volgende stokje haak je 1 stokje. Een losse. In de eerste steek haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Over de volgende 3, 1, 2, 3 steek haak je 1 stokje.
1, daar 1 en hier 1. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. En zoals gebruikelijk 1 losse stokje, 2 losse stokje. Stokje, het zijn er 2 losse en in de volgende stok ook 1 stokje. Voor en na de stokjes haal je altijd 1 losse aan. En dan gaan we door weer met het motiefje. Dus in de eerste steek haak je 2 stokjes. In de volgende 1, 2, 3 steken haak je ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3 in de rij. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 losse. En dan zijn we weer bij de afscheidingswandjes. Haak je een stokje, 2 losse en in het volgende stokje ook een stokje. En dit ga je herhalen. Dus losse en weer in de eerste steek 2 stokjes, in de volgende 3 1 stokje en in de volgende 2 stokjes een losse stokje, 2 stokjes, stokjes enzovoort. Tot je rond bent en dan gaan we samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt en we gaan sluiten in de derde lus. 1, 2, 3 met een halve vaste. En dan starten we weer met 5 lossen. 3 voor het stokje. En 2 voor de afscheiding van het ene wandje naar het andere wandje. Plus 1 lossen ter afscheiding van de wandjes naar het motiefje. In het motiefje gaan wij in de eerste steek 2 stokjes haken. Dus we blijven eigenlijk doorgaan met meerdere aan de buitenkanten van het wiebertjesmotief. 1, 2, 3, 4, 5 normale stokjes op een rij. Dus 1 stokje in elke steek, dat bedoel ik eigenlijk. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. In de volgende steek haak je 2 stokjes. 1, 2. 1 losse. En dan gaan we de herhaling weer doen. In het eerste wandje maak je een stokje. 2 losse om het wandje van wandje te scheiden. In het volgende stokje een stokje. Dan 1 losse. In de eerste stok van het motiefje haak je 2 stokjes. 1, 2. Over de volgende 5 steken haak je ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1, 2 plus 1 losse. Nou, zo ga je door. En we gaan dus dit blijf je herhalen van stokje 2 losse, stokje losse. 2 stokjes, 5 stokjes in de rij, 2 stokjes en een losse. Dit stuk blijf je herhalen tot je rond bent en dan gaan we samen de toer weer sluiten. Op dit moment, na toer 6, is de doorsnede over het midden gemeten 12,5 centimeter. Als het jou nog groter is, pas je haaknaaldmaat aan naar een maatje lager. Ik houd dit punt aan als referentie, omdat je dan een paar toeren gedaan hebt. Dus als jouw rondje nu groter is dan 12,5 centimeter, ik heb het niet opgerekt, ik heb hem gewoon plat neergelegd. Leg je de centimeter eroverheen over het midden van het hart van het rondje. En dan zal de buitenkant van de steek op 12,5 centimeter uit moeten komen. We starten met 3 lossen. 1, 2, 3 als het eerste stokje. Plus 2 losse erbij. In de steek daarna haak je een stokje. Dus dan hebben we het afscheidingswandje al gehad in deze. Nu haak je in plaats van 1 losse, haak je 2 losse. 1, 2. Waarom? Dit is alvast de basis om te creëren naar het volgende wiebemotief wat precies hier tussenin bij gaat komen. Nu haak je over alle steken 1 stokje, dus geen meerderingen meer. Dus we
zijn nu in principe op het breedste punt van het wiebertje uitgekomen. Dus nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. Nu haak je net als hier twee lussen lossen in plaats van die ene lossen. Dit doe je alleen als we gaan meerderen om een nieuw motiefbasis te creëren. Voor de rest is en blijft altijd één losse tussen de wandjes in. Nu ga je bovenop het stokje van het eerste wandje stokje maken en dan twee lossen stokje. Dat is nu trouwens de herhaling. Twee lossen. En dan haak je over alle 9 stokjes 1 stokje. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 2 lossen. Dus je gaat van het eerste stokje tot aan de 2 lossen rondhaken en dan gaan we samen toer nummer 8 starten. We gaan starten en gelijk met de eerste meerdering van het motief. We starten weer met 5 lossen. 3 voor het stokje plus 2 voor de scheiding. En een stokje in het volgende wandje. Noem het maar even wandje, want dat maakt het misschien wat duidelijker. Nu, 1 losse. Dan gaan we in de ketting van 2, 3 stokjes haken. Zoals al de basis van het volgende wiebermotiefje. 1, nummer 2 en nummer 3. Nu, 1 losse. Slaan we het eerste stokje van het wiebertje over en in het tweede stokje gaan we starten met haken. En dan haak je door tot de ene laatste stok van het wiebertje. Dus je gaat nu 2 stokjes minder haken. Dus nummer 2. Nummer 3. 4. 5. Nummer 6. En nummer 7. Het laatste stokje haak je dus niet. Haak nu dus 7 stokjes in de rij. 1 losse. En zijn bij de volgende ketting van 2 lossen en daar haak je 3 stokjes in. Rond eromheen haken. 1, nummer 2 en nummer 3 plus 1 lossen. Dus de herhaling. In de eerste stok van het eerste wandje haak je 1 stokje. Sorry, ik zit even naast mijn draadje hier. 2 lossen, 1, 2. In het volgende wandje haak je ook een stokje. 1 losse in de ketting van 2 van de voorgaande toer haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 1 losse, de eerste stok van het wiebertje overslaan en in de volgende 7 steken haak je ieders 1 stokje. 1, dus nummer 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Laatste stokje laat je onbewerkt. 1 losse. In de ketting van 2 losse haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3 plus 1 losse. Van hier tot en met de laatste losse ga je herhalen. En dan gaan we samen de toer weer sluiten. En we gaan de volgende toer starten. 1, 2, 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 2 lossen voor de afscheiding. Stokje in het volgende stokje. 1 lossen. Dus zijn we hier aangekomen bij de 3 stokjes. En dan gaan we eigenlijk weer herhalen wat we hier gedaan hebben. Dus in de eerste steek haak je 2 stokjes.
1, 2, in de volgende haak je 1 stokje en in de steek daarna haak je 2 stokjes. 1, 2, nu 1 losse. Sla je 1 steekje over en in de volgende haak je een stokje. 5 stuks op een rij. Dus nummer 2, 3, 4 en nummer 5. 1 losse. In de eerste steek van de volgende 3 haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. In de volgende haak je 1 stokje. En in de steek daarna haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 losse. En nu gaan we de herhaling doen. In het eerste wandje, dus in het eerstvolgende stokje, haak je 1 stokje. Gescheiden door 2 losse. En in het volgende wandje haak je 1 stokje. 1 losse. In de eerste steek haak je 2 stokjes. 1, 2. In de volgende haak je 1 stokje. In de steek daarna haak je 2 stokjes. 1, 2. 1 losse, 1 steek overslaan. En in de volgende 5 steken haak je ieders 1 stokje. 1, 2. 3, 4 en nummer 5. 1 losse. In de eerste steek hier van die 3 haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. In de volgende haak je 1 stokje. En in de steek daarna haak je 2 stokjes. Gevolgd door 1 losse. Nou, van hier tot en met die laatste losse ga je herhalen tot je rond bent en dan gaan we samen de volgende toer starten. En we starten aan toer nummer 10. Starten weer met 3 losse voor het eerste stokje plus 2 losse voor de afscheiding. In het stokje maak je een stokje. 1 losse. In de eerste steek haak je 2 stokjes. 1 2. Over de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1, 2. 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. 1, nummer 2. En nummer 3. 1 losse. In de eerste steek hier haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Over de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 losse en nu starten we de herhaling. In de eerste steek, dus eerste wandje 1 stokje, 2 losse, in het volgende wandje 1 stokje, 1 losse, in de eerste steek 2 stokjes, 1 en nummer 2, in de volgende 3 steken ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. En in de volgende steek 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 losse. Eerste steek overslaan en in de volgende 3 steken ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. 1 losse in de eerste steek. 2 stokjes, 1 en nummer 2. Over de volgende 3 steken ieders 1 stokje.
1, 2 en nummer 3. En in de volgende 2 stokjes, 1, 2 plus 1 lossen. Nu ga je van het eerste stokje hier tot en met de laatste lossen herhalen tot je rond bent geraakt. En dan gaan we samen de volgende toer starten. Goed, bij toer nummer 10 waar we nu gehaakt hebben, als ik het dan precies in die 3 stokjes hier leg en naar de andere kant toe ga, is de doily nu 19,5 centimeter breed. Ik zal het proberen zo nu en dan even tussendoor te doen, zodat jullie een indicatie hebben van hoe groot jullie doily zou moeten zijn. Goed, we gaan door aan toer nummer 11. Toer nummer 11. We starten weer met 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 2 lossen voor de afscheiding. En in de volgende steek 1 stokje. 1 lossen. In de eerste steek 2 stokjes. 1 en nummer 2. In de volgende 1, 2, 3, 4, 5 steek. Ieders 1 stokje. 1, 2, 3, dus nummer 4 en nummer 5. En in de steek daarna 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 lossen. En in de middelste van de 3 haak je 1 stokje. 1 lossen. En in de eerstvolgende steek van het volgende wiebertjesmotief haak je 2 stokjes. Hier dus 1 en nummer 2. In de volgende 3, 4, 5 steken haak je ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 lossen. En nu gaan we starten aan de herhaling. In de eerste stok, dus het eerste wandje, haak je 1 stokje. 2 lossen. En in het volgende wandje ook 1 stokje. 1 lossen. In de eerste steek, hier, haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Over de volgende 5 steken haak je ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Nu 1 lossen. In de middelste van de 3 haak je 1 stokje. 1 lossen. En nu ga je naar het volgende motiefje. In de eerste steek haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Over de volgende 5 haak je ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2 plus 1 lossen. Nu ga je van het eerste stokje of het eerste wandje tot aan de laatste lossen herhalen tot je rond bent. En dan gaan we starten aan de volgende toer. Nu wordt het spannend. We hebben nu aan links en rechts van het wandje een wiebertje bij gedaan. En hier hebben we een wiebertje bij gedaan. We gaan nu, als je hier in één sectie spreekt, dus tussen twee wandpartijen in, gaan we hier een wiebertje bij plaatsen. Daar een wiebertje bij plaatsen. En aan deze kant van het wandje een wiebertje bij plaatsen. En dus die 3 wiebertjes gaan we overal terug laten komen. We gaan eerst starten natuurlijk weer met de 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 2 lossen voor de afscheiding. En in het volgende stokje haak je het stokje.
Nu in plaats van 1 losse haak je dus 2 losse, zoals je hier ook gedaan hebt. En dan haken we over de 9 stokjes ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. Nu zijn we aangekomen waar het wiebertje van de voorgaande gestopt is. We haken nu 3 lossen. We slaan de losse ruimtes plus het stokje over en we gaan door naar het volgende stokje. Hier. En gaan weer 7 stokjes in de rij, 9 stokjes in de rij haken. Dus nummer 2. Nummer 3. 4. 5. Dus nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. En nummer 9. Plus 2 lossen. Nu gaan we de herhaling doen, vanaf het stokje tot en met hier. In de eerste steek haak je een stokje. En dan 2 lossen, zoals gebruikelijk, en in de volgende 1 stokje. Nu in plaats van 1 losse gaan we 2 lossen maken om de basis te creëren voor het nieuwe wiebertjesmotief. En nu ga je over de volgende 9 stokjes ieders 1 stokje haken. Dus nummer 1, nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu zijn we bij het enkele stokje en haak je dus 3 lossen. Sla je dit gedeelte over en dan ga je in de volgende 9 stokjes weer ieders 1 stokje haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nummer 9. En dan zijn we bij het wandje aangekomen. Dan haak je 1, 2 lossen. Dus je gaat nu vanaf het eerste wandje tot aan de laatste 2 lossen hier de toer herhalen. En dan gaan we samen de volgende toer starten. Hut, ik ga samen met jullie de basis weer opstarten. En dan gaan we hier, daar en daar een wiebermotief bijmaken. En daarna is het kwestie van herhalen. Dus ga je, als je dit wiebertje straks weg hebt, heb je 1, 2, 3, 4 punten. En dan ga je dus op 4 punten meerder. Dat is dus 1 en 1 hier. Plus 1 en 2 bovenop het enkele stokje wat je overhoudt. Net als hier. En boven die enkele stokjes meerder je met 3 lossen op het moment dat je alleen maar stokjes in de rij doet. En aan de wandkantjes doe je 2 lossen. En in die 2 lossen, 3 lossen, 2 lossen, ga je weer het volgende motief maken. Dus we gaan nu even starten om te laten zien hoe je hier moet haken in de ketting van 3. En daarna ga ik jullie laten en dan kunnen jullie de toeren blijven herhalen tot de aantal wiebertjes wat ik aangeef. We starten met 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 2 lossen erbij voor de afscheiding. In het volgende wandje haak je weer 1 stokje. 1 lossen. En in de ketting van 2 haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 1 lossen, 1 steek overslaan. En in de volgende 7 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 2, 3,
4, 5, 6 en nummer 7. 1 lossen, dat is altijd voor en na een wiebertje 1 lossen. Nu zijn we bij de ketting van 3 aangekomen. Wat ik ga doen, ik ga dus in de tweede lus, dus de middelste, ga ik met 3 stokjes haken. Ik steek mijn naald onder 2 draden door. En daar is het eerste stokje. Ga ik weer in dezelfde steek en dan haak ik mijn tweede stokje. En in dezelfde steek en daar haak ik mijn derde stokje. 1 lossen. Slij weer het eerste stokje over en over de volgende 7 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 2, nummer 3, 4, 5, 6 en nummer 7. 1 lossen. In de ketting van 2 lossen haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 1 lossen. Nu gaan we herhalen. Tot hier. We starten met stokje, 2 lossen, stokje. Dus hier is een stokje. 1, 2 lossen. En een stokje. 1 lossen. In de ketting van 2 lossen haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 1 lossen, 1 steek overslaan. Over de volgende 7 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. 1 lossen, zijn bij de ketting van 3 aangekomen. Dan ga ik in de middelste lus, dus de tweede lus, 3 stokjes inhaken. Dus steek echt mijn naald in de lus. Onder 2 lussen door. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 1 lossen. Dan hebben we het volgende motief. Slaan we de eerste steek over. En in de volgende 7 steken haak je weer ieders 1 stokje. Dus nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. 5. 6 en nummer 7. 1 lossen in de ketting van 2 haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 1 lossen en 1 lossen en dat is de herhaling. Dus je gaat van het eerste stokje tot en met de laatste lossen de herhaling herhalen. En dan gaan we samen de toer sluiten. Wat je nu gaat doen. Hier heb je de 3, ga je weer naar 5, de 7 en de 9. En als je bij 9 bent, heb je hier als het goed is nog maar 1 stokje over. En daar ook. En hier heb je 9 stokjes, daar heb je 9 stokjes. En hier heb je 9 stokjes. Precies als wat we hier gedaan hebben. Dus 2 aan de buitenkant, 2 aan de buitenkant en de stokjes tussenin gewoon enkel. Tot je in totaal 9 stuks hebt. 2 in de eerste, 2 in de laatste en die 5 tussenin. Dan blijf je herhalen. Tot je in deze 2 nog maar 1 stokje over hebt, zoals hier. En dan start je de volgende groepering. Dus wat je dan doet is weer 2 lossen. Alle steken nemen zoals ze zijn, dus 9 stokjes. 3 lossen bovenop het stokje en dan weer 9 stokjes, 2 losse stokje. Alleen je hebt dan 2 punten in plaats van 1. Dus op die 2 punten allebei 3 stokjes en voor en na het wandje ieders 2 lossen. 2 lossen en boven de puntjes 3 lossen.